Na 4 jaar heeft het Lentefeest in Beuningen weer een kermis. Ja, dat is gewoon echt weer helemaal geweldig. En niet alleen wij zijn er aan toe, maar ook zeg maar het hele dorp is er aan toe. Om weer een beetje een meerdaags evenement te kunnen organiseren in het dorp. Dat het feest zo lang zonder kermis zat, is niet zonder reden. De laatste keer is het 2018 geweest. En dat had meer te maken met ook weer van waar konden we dat vonden de kermisadvertanten niet geen geschikte locatie. Ja, daarna kwam natuurlijk helaas corona. Dus toen lag alles stil. Inmiddels heeft de kermis een nieuwe locatie gevonden, al ging ook dat niet van een leien dakje. Hij stond gepland op het Asdonkterrein, maar staat nu voor de kerk. De kermis had natuurlijk, ja goed, als we even naar de andere kant kijken, dan daar was het eigenlijk de bedoeling. Alleen op een gegeven moment werden we ad hoc op het laatste moment geïnformeerd van kan daar niet plaatsvinden. Dus toen moesten we heel snel gaan schakelen in de zin van waar kunnen we dan eventueel wel terecht. Is dit stukje geworden? En we zijn wel heel blij dat er toch nog bijna alle attracties die aan de andere kant stonden, naar deze kant gaan. Niet iedereen is blij met deze nieuwe locatie. De bewoners en de omgeving, die worden ermee geconfronteerd. En het is allemaal op het laatste moment besloten. Ja, en dat kan wat weerstand opwekken, laat ik het zo zeggen. Naast de kermis is er ook weer een braderie tijdens de lentefeesten. Ook dat was even spannend of dat doorging. Braderie is een vast onderdeel, alleen ook dat is natuurlijk. Ook heel veel ondernemers van de braderie zijn afgehaakt in de coronaperiode. En wij zijn blij dat we nu bijna 100 kramen hebben. En daar zijn we echt heel blij mee. De lentefeesten in Beuningen zijn van vrijdag 20 tot en met zondag 22 mei.